Wat zijn nou precies die EFT-punten waar je op kan kloppen? Ik ga ze eventjes precies uitleggen, zodat het niet mis kan gaan als je een sessie van mij volgt online. Want het zou zonde zijn als je net ernaast zit, als je eigenlijk het gevoel hebt dat je het niet goed doet, of dat je echt inderdaad ook misschien het niet goed doet, maar gewoon het hele idee dat je echt gezien hebt wat de punten zijn, waar de punten zitten, dat gaat je helpen om volle benefits te krijgen van het doen van EFT. Goed, laten we deze video starten. Dan kan ik het jullie laten zien. Ik doe het met mezelf. Dus laten we zien waar ik ga beginnen. Daar ben ik. We gaan beginnen met het eerste punt en dat is de zijkant van de hand. Het zachte gedeelte van je hand onder je pink. Je hoeft daar niet hard op te kloppen, dat is totaal niet nodig. Maar je kan zachtjes kloppen met de vier vingers van je andere hand. En het zit dus onder je pink. Het maakt niet uit welke hand je gebruikt of hoe je je hand houdt, links of rechts, laag of hoog. Je kan links gebruiken, rechts gebruiken, wat je maar prettig vindt. Beide kanten hebben hetzelfde effect. Het volgende punt wat ik met jullie wil doornemen is het wenkbrauwpunt. En dat zit boven de neusbrug, aan het begin van je wenkbrauwen. Dus op het moment dat ik zeg boven je wenkbrauwen, dan bedoel ik dat punt. Je kan daar met één hand op kloppen, met twee handen, met één vinger of met twee vingers. Maar zorg dat je precies daar klopt, in het beginpunt van je wenkbrauwen, net daarboven. Niet op het midden van je voorhoofd. Je hoeft ook niet over je hele voorhoofd heen te dansen. Dat is absoluut niet zinvol. Alleen maar dat puntje net boven je wenkbrauwen. Dat is wat we nodig hebben. Het volgende punt zit op de hoek van je oogkas. Vanuit de buitenkant van je ogen, vanuit je ooghoeken, kan je voelen waar dat bot begint en daar moet je op kloppen. Niet helemaal op je slapen, niet helemaal tot in je haargrens, ook niet in het midden, maar echt aan het begin van je oogkas, waar je dat bot voelt vanuit je ogen, daar moet je op kloppen. Gebruik ook gewoon weer twee vingers, dan raak je zeker weten het punt. Het volgende punt ligt onder de ooghoeken, niet midden onder het oog, niet hoog onder het oog, maar echt net wat dieper onder het oog, vanuit het ooghoek gemeten, op de koon, op het bot, dat je kan voelen in je wang en dan precies onder de ooghoek. Daar kan je op kloppen en daar zit het stimulatiepunt. Het meest simpele punt onder je neus, het is niet groot. Gewoon midden onder je neus met twee vingers. Je kan het niet missen. Het volgende punt zit op je kin, maar net eigenlijk boven je kin. Dus ik zeg op je kin, onder je lip, want het zit onder je lip. Het volgende punt zit net onder je sleutelbeen. En de meeste mensen zullen zeggen sleutelbeen. Maar je klopt niet op het sleutelbeen, je klopt er net onder. Je kan dat zelf voelen hoe dat bij jou loopt. En het lijkt er bij mij op dat de een hoger zit dan de ander, althans dat is mijn oordeel erover. Maar je klopt dus niet heel laag, niet net boven je borst. Maar je klopt vrij hoog op de borst, naast je borstbeen, onder je sleutelbeen. Je kan dat doen met je vingertoppen, je kan het doen met een vuist, je kan het doen met een vlakke hand. Je kan het aan de linkerkant doen, je kan het aan de rechterkant doen. Heel eenvoudig op deze manier. En het is een fijn punt om te kloppen. Het ene laatste punt is op de hoogte van de borst. Op de hoogte van de tepel zeggen we vaak voor mannen en voor vrouwen zeggen we op de hoogte van de BH-band. Daar klop je op, links of rechts. Of als je het fijn vindt, op allebei tegelijk. Dat is goed mogelijk. Het allerlaatste punt wat ik niet veel gebruik, dat is het punt bovenop je hoofd. Het zit echt op je kruin, middenlangs, niet achter op je hoofd, maar echt bovenop je hoofd. En daar komen heel veel meridianen samen waar we net eigenlijk al op geklopt hebben. En dat is dus heel eenvoudig. Dankjewel voor het kijken.